Nou, Kels gaat op Flash en die is opgezadeld. En boy, moet ik alleen het hoofdstel nog in doen en daar ga ik op. Goedemorgen allemaal, superleuk jullie kijken naar een nieuwe video van Paard de Baas. Vandaag sta ik weer voor de camera. Ik dacht ik ga voor jullie leuk een dagje vloggen, maar ik heb het kaartje meegenomen van huis, alleen de camera ligt nog thuis. Ik heb een iPhone 14 Pro, dus in de hoop dat dit mooi beeld blijft, denk ik ga vandaag vloggen met mijn telefoon. De dag begint slecht, want ik reed naar stal toe vanaf Kalijn. Ze woont in Enschede, stal staat in Hengelo. En ik rijd er snel weer op. Ik heb Flitsmeister aan en ineens komt er een piepje met file. Ik denk, oké, misschien een kwartiertje, 10 minuutjes file. Nee hoor, 55 minuten file. Dus ik ben lekker laat, kom ik aan op stal. Dus ik heb nog even te gaan. En ondertussen is mijn raam aan het beslaan, omdat ik dus even de ding uit heb staan. De waaier, zodat jullie mij kunnen horen. Ik heb Henk ook gelijk gebeld om te zeggen dat er dus file staat, want anders staat hij straks ook in de file. Dus ik heb hem even gewaarschuwd en hij gaat binnen door. Dat had ik ook even moeten doen. Maar ik moet zo een afslag en dan kan ik als het goed is wat sneller de file uit. De meiden die zijn gewoon al begonnen op stal met de paarden voeren en de paarden buiten zetten. Dus we komen een beetje laat aan, maar ik ga alsnog jullie meenemen. Nou, ik ben beland. Kijk even al dat mist op het water. Maar ik ben beland hier op een achterafweggetje. Ik ben 50 minuten verder. Kijk hoe tof dat mist. En volgens mij is het aan het einde van deze weg gestal. Dus helemaal omgereden. 50 minuten verder. Maar we zijn er bijna. Ik zie daar achter de brug. En dat betekent dat daar de brug is. Daar stond ik in de file. Kijk dat water. Het blijft tof. En als het goed is dan hier op de hoek komen we bij stal. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Super groot schip hier, vrachtschip. Oh, er komen tegenliggers aan. Dan rijden we zo langs de wei van de paarden. Kijk, daar staan ze allemaal. Je ziet het niet echt goed. Ze staan ook allemaal. Ze staan wel allemaal lekker te eten. Dat betekent dus dat er al hooi is gegeven. En hier kan ik dus nog inrijden. Ik denk dat we allemaal katten gaan zien. Oh, eentje. We hebben er nu heel veel. Maar hier komt dus ook een hek in. En aan de andere kant zit dus wel een hek en die zit dicht. Maar ik ben wel eerder als Henk. Ik heb hem gebeld en hij zei ik ben eerder, maar ik ben toch eerder. Uptee. Zo. Nou, we zijn er. Brinkie. Brinkie is een van onze kittens. Van dit jaar. Die is zo aanhankelijk. Die wil alleen maar knuffelen de hele dag. Ja. Daar hebben we een ander. En dat is Milky Way. Schattig. Oké, ik ben aangekomen op stal dus. En ik ga nu eventjes kijken wat ik kan doen. Of tenminste waar iedereen gebleven is. En dan ga ik even bijspringen. En deze paarden gaan allemaal 's ochtends naar binnen. Om extra voer te krijgen. Zoals je ziet is Wizard. Wat aan de dunne kant. Gaat wel een stuk beter. Dus die krijgt gewoon 3 à 2 keer per dag eten. Oké, wat hebben we net gedaan? We hebben paardenvoer gegeven en weer naar buiten gedaan. Waarom meer? Gehooid binnen. Als het goed is binnen gehooid. Ik zie van wel. En de wei is gehooid. Nu gaan we even een planning maken voor de paarden. En dan krijgen die beweging. Want ik denk dat we 's ochtends paardenbeweging gaan doen. Dat maakt niet uit wanneer we klaar zijn. De tijd hebben. Ja. Oké, wij hebben even de paarden ingedeeld. We gaan ze 's ochtends beweging geven. Want 's middags is een grondwerkles. Om 3 uur. Krijgen de stagiaires. Emma mag op Bandito, ik ga op Jules en Boy, Anne Flop, Whitney, Kelsey op Flash, Eva op Jewel, Tessa op Inshallah, Nikki op Wizard, Heartbreak gaan we logeren. Even kijken of het lukt met de hoofdstel, tenminste indoen. Mama Mia logeren met zadel, die is al wat verder. En Nila, Anne mag op Nila. Dus dat hebben we voor nu en dan hebben we 8 klusjes tussendoor dit opgeschreven en ook nog andere dingetjes, maar dat weet iedereen wel.
Nou, Anne Floor en Caroline zijn de wei aan het hooien, of daar hebben gehooid. We gaan nu de schelstallen hooien. Dus daar zijn ze mee bezig. Kijk. We zijn bijna allemaal weer helemaal vol. Hier staat Jules. Ja. Nou, zo worden hier de kruiwagens geleegd. Gewoon met het noetnoetkarretje. Dan hoeven ze niet te lopen met de kruiwagens. We gaan de volgende weer mesten. Nou, Boy heeft het heel goed gedaan, dus hij is klaar. En dan krijgt hij even zijn eten. Ik zet hem altijd in stal en dan doe ik zijn hoofdstel af. Dan geef ik hem eten. Dan kan ik rustig nu het zadel eraf halen, opruimen en zo. Want dan worden ze alleen maar onrustig als ze moeten wachten. Boy doet alsof hij nooit eten heeft gehad, maar hij is vanochtend ook al binnen geweest. En Kelsey gaat ook afzadelen. Nou, hier binnen is helemaal opgestrooid en gehooid en gemest. Dat hebben jullie gezien op de timelapse. Emma en Tessa zijn nu aan het aanvegen hier. Zodat de gang weer helemaal netjes is. En dan gaan die zo ook rijden. Er staan de twee mooiste auto's van stal. Mijn wagentje en die van Kelsey. Voor de mensen die dachten waar is April gebleven, wil ik het even uitleggen. Ik ben natuurlijk een tijdje niet in de video's geweest. En misschien dachten mensen wel dat ik weg ben als vrijwilliger. Maar dat ben ik niet. Ik ben er nog steeds. Ik ben afgestudeerd met de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Dus ik ben klaar met mijn opleiding en ik werk nu op de maandag en dinsdag op een zorgboerderij. Op de maandag en dinsdag werk ik dus op een zorgboerderij en op de woensdag ga ik dan hierheen en dan ben ik er tot en met zondag. Maar ik ben nog niet helemaal klaar met school, want ik wil eigenlijk de opleiding politie beginnen en ik ben nu bezig met allemaal testen. Ik heb de intake gehad van de politie, de cognitieve test, sporttest, dan nog een keer de cognitieve test, psychologische test, rollenspel, medische keuring en nu zijn ze bezig met screening. Dus ik hoop dat het allemaal goed is, zodat ik in februari kan beginnen met de opleiding. Hierdoor moest ik dus ook wat vaker terug naar Alkmaar, want ik woon in Alkmaar voor de mensen die het niet weten. Ik ben hier ooit begonnen als stagiair en ik moest dus elke keer, als ik hierheen wil, moet ik van Alkmaar hierheen komen. Is dus 2 uur met de auto, 3 uur met de trein, is echt een heel end. Dus best wel een stukje rijden en het kost ook best wel veel tijd als ik dan voor 1 test bijvoorbeeld voor de politie terug moest. En nog een vraag die waarschijnlijk heel veel mensen hebben, waar slaap ik? We hebben natuurlijk intern hier nu, waar de interne stagiaires zitten of interne vrijwilligers. Maar ik heb de mogelijkheid om bij Carlijn thuis te slapen. Ik ben er nu 4 jaar al, dus echt al heel lang en haar huis voelt als een tweede huis voor mij. Moeder voelt als een tweede moeder, zus voelt als een tweede zus. Dus het is echt, of eerste zus, ik heb eigenlijk geen zus.
Maar het voelt heel veilig en fijn en echt een thuis. Dus ik slaap daar nu ook gewoon. Carlijn is op dit moment op vakantie met Rona, 2 weken. Dus ik ben lekker op stal op de woensdag tot en met zondag. Twee zitten naar mij te kijken terwijl ik dit vertel. En ik ben dus, nu dus lekker bij haar thuis. En ik dacht, ik ga even voor haar vloggen. Want zoals de meesten waarschijnlijk wel weten, hebben wij heel veel paarden hier staan op deze stal. En het kost zoveel tijd om te vloggen. Het kost best veel tijd om de camera neer te zetten. Het lijkt misschien wel niet zo, maar ik ben best wel lang bezig. Even vragen aan hun, klopt dat? Ja. Ja, je kunt gewoon niet in één keer door en dat is gewoon best wel lastig. Maar daarom dacht ik, ik ga voor haar vandaag vloggen, zodat zij, als zij terugkomt, niet per se hoeft te vloggen. Dus misschien deze week ook nog wel een keer een vlog. Dus ik doe mijn best, ik hoop jullie het leuk vinden. En doe vast een duimpje omhoog, een blauw duimpje. Kennen jullie deze knakworst nog? Het is Felly. En Felly is een opvangpaard geweest. En nou is hij van Anne. Is Anne de paardje en hij is wat minder dik geworden. Of is het een zij? Zij. Oh, zij is wat minder dik geworden. In de tussentijd dat Sanne ermee, Anne ermee aan het werk is geweest. Ja, en ze is op stage, dus Felly gaat gezellig mee. Zodat hij gewoon zijn beweging krijgt. Zodat zij gewoon haar beweging krijgt. En Emma gaat op Bandito rijden. Iemand gaat op Jewel rijden. Iemand gaat op Jewel. Nou, Boy ga ik naar buiten zetten en Tessa gaat op Inshallah rijden met hulp van Nicky. Hier hebben we Smarty. Ook een van de kittens. Maar Smarty heeft een, hoe noem je dat ook weer? Een navelbreukje. Een navelbreuk. Dus een dik bolletje hier. Ah, zo misschien kun je het wel zien. Nee, niet echt. En dat moet je dan naar binnen duwen. Dat is heel raar. Oké, ik ga nu mesten aan de andere kant. Maar ik ga het niet filmen. Want er wordt in de bak gefilmd voor het rijden. En Nicky gaat voor jullie filmen. En wie zijn er aan het rijden? Anne, Tessa, Eva. En nog iemand. Emma. Wat ga jij doen dan, Floor? Ik ben even nog aan het wachten op de mensen van Wizards. En ik ga in de tussentijd even April helpen met mesten. Ah, zo. Nee, top. Zachtjes. April. Van de paarden is gereden al en nu gaan we nog even in de gang hier opruimen. Wat dingetjes die daar hangen, liggen halstertouwen, tasjes, zadel hangt er nog. Hier hingen net halsters of lagen net halsters, niet meer. Totdat de laatste twee meiden klaar zijn met rijden van Bandito en Felly en dan gaan we even lunchen. Nou, Henkie is ook lekker aan het lunchen. Wat eet je, Henk? Een broodje met hagelslag. En wij gaan nu ook lunchen. Dus wij gaan ook wel zeggen. Anne-Floor zal haar eten aan het klaarmaken. En ik ga dat ook doen. Wat ga jij eten, Anne-Floor? Ik ga een tofje eten. Dat is echt standaard, Anne-Floor haar eten. Een ja, tofje. En ik ga nog even wat fruit halen. Want ja, weet je, ik moet wel vitamintjes binnenkrijgen. Inderdaad. En ik ga chocomel drinken. Lekker. Hallo dames. Hallo. Oh nee. Wat zijn we aan het eten? Wat voor boterhammetje ben jij aan het eten? Gewoon een boterham. Wat lekker. En wat ga jij eten? Nee. Smaak maken. Oh, zij gaat wraps eten met knakworstjes. Lekker, lekker, lekker. En jij dan? Broodje, pasta. Lekker. En wat gaat Nicky maken? Oh, ja. Nicky is de kaas aan het slachten op dit moment. Ik ga een tosti maken. Cool. Ja, lekker. Ja. Wat ga jij eten? Ik heb een boterhambaan. Wat lekker. Ja. Nou, eet smakelijk, dames. Nou, ik ben Halstrom, zoals jullie zien. En ik ga op weg naar Snoet zoeken. Want Snoet krijgt 3 keer per dag eten, omdat Snoet heel erg mager was. Ze is al oud, ze is volgens mij in de 30.
Maar ze krijgt nu lekker bijgevoerd en ze ziet er al stukken beter uit. Dus dat is top. Dus die ga ik nu even zoeken, want ik heb geen idee waar ze staat. Mijn paardjes staan hier in de schuilstalletjes. Ja, die en Carmel. Dan hebben we hier Chito en Johnny. Hier heb ik Xelita en Retje. En vaak is Snoet hier ook wel te vinden, maar ik ben bang vandaag niet. Ik denk hier ook niet. Nee, dus dan moet ik de wei in. Hey, mee? Mijn jacht was Snoet, maar nu zie ik daar Emma lopen met Snoet. Dus ja, die ga ik niet meer halen. Maar het is echt ontzettend veel. Nou, en dit moet er dus ook allemaal uit. En dat gebeurt door dit. Moet je dus helemaal omhoog pompen. En het is op zich niet zwaarder als hij zwaar is, volgens mij, of wel? Nee. Volgens mij blijft het even zwaar, alleen hij gaat gewoon niet zo hard. Dus het duurt even iets totdat het helemaal ja, omhoog is. Dus jullie zien wel als hij helemaal omhoog is. En Kelsey gaat nog even door. Mijn telefoon moet aan de lader, maar dit is nu hoe het ervoor staat. En Kelsey gaat nog even door. Nou, hier staat Mamma Mia. En Mamma Mia wordt gelanceerd door Anna. En ze krijgt nu voor het eerst een Berwick petje op. En dat doen we altijd even rustig. Ze kent hoofdstel en zo, kent ze allemaal al. Deze voor de eerst kook heel braaf in. Misschien dat ze het van haar verleden al wel kent hoor. Maar ze ziet er nu een beetje confused uit. Maar we beginnen dan met Berwick pet in plaats van een zwaar zadel gelijk. Dus dat gaan ze nu een beetje oefenen met haar. En even kijken hoe dat gaat aan de longeerlijn eventueel. Dus daar gaan ze nu mee bezig. Anne Floor gaat nu eerst kijken een beetje naar de druk of ze daar wat op doet. Nou, ik heb het idee dat ze er niet zoveel om geeft. Ze staat eigenlijk wel heel braaf stil. Nou, en hier gaat Mamma Mia met de Berwick pet. Nou, volgens mij heeft ze er niet echt het idee van dat er wat op haar zit. Er klappert natuurlijk ook niks, maar het is nu alleen een beetje de single druk. En ze doet het eigenlijk heel erg goed. Ze is wel drukker volgens mij, maar volgens mij is ze altijd wel druk. Tijdens het lanceren een beetje de energie kwijt. Nou, Heartbreaker voor het eerst een hoofdstel in. En hoe ging het? Ja, goed. Ik heel simpel. Ja. Dus daar gaan we nu rustig aan mee oefenen. En ze doet het heel braaf. Ja. En dan mag ze nu even loswerken met hoofdstel in. Dus zonder dat ze er iets van voelt verder. Dat we die niet aantrekken. Ja, dus alleen dat hij dat hierin zit. Dus dat er zit niks. Dat ze eraan bent. Geen druk aan het bit ofzo. Nee. Nou, ik heb Jules binnengehaald met haar mooie vliegenpak om. En ik ga even het vliegenmasker afdoen. De deken afdoen. En dan ga ik haar eventjes rijden. We hebben geen opgezadeld paard, wat wel zou staan. Maar ik doe de deken af en ze heeft allemaal natte, allemaal kale plekken hier ook. Dus ik ga er nu wassen met anti-jeuk shampoo. In de hoop dat ze daarvan misschien minder jeuk heeft en dus minder gaat schuren. Ja, ze heeft waarschijnlijk gewoon heel erg geschuurd omdat ze jeuk heeft. We hebben gecheckt de bluis en zo, maar dat heeft ze dus niet. Maar ik ga er tenminste nu even iets wassen en dat vindt ze echt vreselijk, dus succes! Nou, Jules is gewassen. Ik heb haar even op stal gezet. Ik ga even het luikje open doen. Hallo. En dan kan ze even rollen en even een beetje opdrogen. En dan ga ik eventueel zo nog weer die deken opdoen. Dus nou, ze gaat even. Ze heeft hooi, dus ze kan lekker eten. En ik zal het luikje even open doen. Hallo!
Nou, het is 4:00 en het laatste wat er nu gedaan wordt zijn de paddocks hooi, binnen nog een keertje hooi omdat paarden hebben gestaan. Paarden naar binnen, de wei hooi en iedereen voor een derde keer voer. En dat zijn dus deze. Deze heb ik binnengehaald. En voor de rest nog. En de paardjes van de grondwerkles gaan allemaal weer lekker naar buiten. Ik heb het heel goed gedaan. Nou, alles is dus bijna klaar. Ik ga nu naar de katten toe. Die ga ik voor de laatste keer eten doen. En daar lopen Nicky en Anne. En die gaan de wei nog een keertje hooien. Dat gebeurt altijd 2 keer op een dag. En ik loop naar de kattenschuur. En ik zie hier 1 en al katten liggen. Kijk, ze weten het al. Kom maar! Kom, gaan we eten! Kom daar! Kijk, daar komen ze allemaal. Heel schattig. Kom. Heel veel katjes. Allemaal trek. Hij is dus bijna op het voer. Dus ik moet morgen even nieuwe halen. Maar ze krijgen hier allemaal deze bak, jongens, die bakjes gevuld. Nou, alles is hier klaar. Alle paarden staan lekker binnen. De wei is bijna klaar met hooien. En dit was dus de staldag. Iedereen is hier een praatje aan het houden bij mijn auto. Ja, we hebben een dagbespreking. Ja. Iemand is in mijn auto beland. Kom hier. Ja, rat. Och, hij heeft alles vast. Hier. Oké, ik ga er van deur. Oh, gaat ze weer. Doei, tot morgen. En dan denken jullie, de dag is voorbij. Dus we kunnen lekker naar huis en we gaan lekker chillen. Maar nee, want ik ga nog sporten. Ik sport 5 dagen in de week bij de Basic gewoon. Dus dat ga ik nu nog even doen. Vandaag heb ik rug, bicep. Volgens mij rug en bicep. Ik weet het niet precies. Het staat in mijn schema. Maar daar ga ik nu dus heen. Dus ik ga nog even een appeltje eten. En dan ga ik nu onderweg naar de sportschool. En ik dacht misschien is het wel leuk dat ik jullie nog even meeneem. Dus ik neem jullie mee naar de sportschool. Oké, ik ben aangekomen bij de sportschool en ik ga nu even sporten. Ik denk dat ik ongeveer 1,5 uur bezig ben en dan ga ik lekker naar huis. Ik ga kijken hoe ik jullie kan meenemen. Ik zal het laten weten, ik weet niet of ik alles goed doe. Ik doe mijn best, ik doe nu een jaartje en ik zie wel progressie, dus dat is top. Dus mochten er tips zijn, kun je altijd laten weten hieronder in. Als je ook sport, maar ik denk niet dat iedereen sport. Dus nou, laten we naar binnen gaan. De eerste oefening is let pull down. De volgende oefening is de cable row, dus die ga ik nu doen. Nummer 3 wordt cable straight arm pull down. Ik ga dus even overzetten naar 10,5 en dan leg ik er 2,5 op, want ik doe nu 12,5. Oké, ik ben tot de conclusie gekomen dat het echt onmogelijk is om hier te filmen. Dus ik ga door mijn workout en dan zie ik jullie zo. Nou, we zijn klaar met sporten, dus we gaan nu lekker naar huis. Nou, we zitten weer in de auto. Ik ga lekker naar huis. En ik eet altijd een proteïnebar nadat ik heb gesport voor de eiwitten. Deze van de Action zijn 1,60 €. Je hebt er 3, 12 gram eiwit per bar of zo. Nou, het is echt top. Dus die ga ik nu even eten. Ik ben de outro vergeten op te nemen. Maar ik doe het nu zo. Linda, lach maar uit. De auto? Je zegt hier, ik heb de outro vergeten. Ik ben de outro vergeten op te nemen van de video. En nou ja, ik sluit het bij deze af. Carlijn de film aan die kant. Die is ondertussen weer terug van vakantie. Linda moet lachen op mijn woordkeuze. Maar heel erg bedankt voor het kijken. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!